Hoi iedereen, ben ik weer. Ik ga jullie laten zien hoe de verschillende manieren hoe ik mijn hoofddoek bind. Ik heb even een grote hoofddoek gepakt. Zoals ik al zei, ik heb al een losse videootje al gemaakt met mijn telefoon. En die had ik toen op mijn Facebook geplaatst. Mensen die vertellen me dat deze niet op mijn blog te vinden ook was. Dat klopt, ik heb het alleen op mijn Facebook staan en nog niet geplaatst op mijn blog. Waarom niet? Omdat ik gewoon een aparte vlog wilde maken met diverse soorten manieren om je hoofddoek te binden en dat allemaal in één filmpje te zetten op mijn blog. Dat is eigenlijk de reden. Maar goed, kijk. Ik laat jullie een paar manieren zien. Ik weet niet hoeveel het er gaan worden. Ik probeer het te kort te doen. Dus hoi, ik heb even een andere doek gepakt. Want deze is wat kleiner en dan kan ik, is wat praktischer om te laten zien. Ik heb nu deze doek. Als je een doek hebt, is die dus vierkant. Wat je doet is de punt, de rechterpunt, omhoog brengen. Doe dit op de grond, want dan gaat het veel makkelijker. Dus doe niet als hoe ik het nu doe, want het is een beetje niet logisch, maar op de grond. En breng de bovenste punt, want onder is dan de onderste punt, zoals je ziet. Breng de bovenste punt naar de onderste punt. En zorg dat de punten gelijk zijn met elkaar. Dus ze moeten even lang zijn. Het hoeft niet echt exact, maar dat is wel zo fijner werken, vind ik zelf. Dus probeer ze even lang te maken. En dan krijg je dus een soort van driehoek effect. He, want dan heb je hier één punt aan de zijkant. En hier een andere punt aan de zijkant. Want die twee punten ga je samen binden. Wat ik nu ga doen is een knotje hiervoor maken. Ik doe hem over mijn hoofd heen zoals je ziet. De punt naar voren. Ik doe hem zo over mijn hoofd heen. Ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Dan heb ik hier de twee losse punten. Deze punt breng ik voor. Maak een knoop. En wat je kan doen is haar uitlaten. Haar uitlaten. Of de haar erin doen. In dit geval laat ik hem gewoon eventjes buiten. Trek het samen. Je kan ervoor kiezen om het over je oren heen te doen. Of achter je oren. Ik hou hem eventjes over mijn oren heen. Wat je dan doet is een dubbele knoop maken. Tadaa. Deze losse stuk. Die werk je in de knoop zelf, totdat je de puntje helemaal niet meer ziet. Ik ga het eventjes voor jullie inzoomen. Zo. Ja, zien jullie dat? Kunnen we nog volgen? En dan pak ik dit stukje en ik draai het gewoon om het knotje, om de knoop heen. En als je geen doek meer hebt, punt zet je dan eronder. Even kijken hoor. Gewoon ergens waar je een gleufje ziet, daar vouw je het in. Ja? Pak je dat andere lusje. Ook die doe je de tegenovergestelde richting. Om de knoopje heen. En ook deze probeer je eronder te zetten. Ik vind het gewoon ergens een gaatje en zet het eronder. Nou, zo heb je een knoopje voor. Je kan het ook achter je oren doen, wat je zelf prettiger vindt. Zo ziet het eruit. Doe het eventjes snel hoor. Als je een grotere doek hebt, dan is je knoop ook groter, wat ook vaak mooier is. Maar ik gebruik nu eventjes een kleinere doek, want dan kan ik jullie gewoon even laten zien hoe het werkt. Ik kan het ook zonder haar voordoen. Maar ik heb nu gewoon even een soort van pony. Oké. Dit is stijl 1. Laat ik jullie stijl 2 zien. Hou de doek nog steeds zo. Maar dit stukje, dit voor, ga ik in de doek brengen. Je
klap het gewoon erin. Zie je dat? Je vouwt het naar binnen toe. En deze lusjes breng je naar boven. Je haalt wat haar naar voren. Nogmaals, dit is een optie, hè? Het haar uit de doek doen is altijd een optie. Je kan ook je haar altijd naar achter doen. Het is gewoon een kwestie en je haar naar achteren kammen. Hier zie je dat mijn haar open is. Dus ik heb nu een flat braid out gedaan. Dus zeg maar op je hoofd uitvlechten, waardoor mijn haar naar beneden valt. Dus het poeft nou niet, maar je kan eventjes een afro-kam pakken en het eventjes omhoog kammen, waardoor je gewoon een soort van mooie afrootje hebt. Dit trek je even goed samen. Zie je? Kijk uit dat niet je haar in deze knoop komt, want anders doet het pijn. Wat je kan doen, is deze lusjes achterin knopen. Of als je het leuk vindt, kan je hier ook een knoopje maken zoals ik net liet zien. En dan een soort van knotje. Hoe je dit doet, is nog een knoop maken. Nog een knoop maken. Nog een knoop maken. Dus ongeveer 3 knoopjes, dus maar net hoe groot je het wilt. En het dan zo weer eromheen wikkelen. Toch? Als ik jullie dat wilde laten zien. En deze dan ook weer. Eromheen knopen. Nou zo, ik heb het even een beetje slordig gedaan, maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Dit kam je omhoog. Ik heb nou niet al mijn haren boven gezet, maar dit kam je omhoog. En dan is het heel leuk als je haar er allemaal uitkomt. Het is ook wel leuk als je veel haar hebt, want dan komt er nog meer haar uit. Maar ga dan gewoon, weet je, zo'n afro-kam, wat ik met afro-kam bedoel. Degene die dat weet, oh, hij schiet los. Ik heb het niet helemaal goed vastgemaakt. Wat ik met afro-kam bedoel, is zo'n kam, hè. En dan ga je dat even zo pieken naar boven. Zie je, pik het gewoon zo naar boven. Sorry mensen, dat is mijn telefoon. Ik krijg allemaal appjes. Even kijken. Tadaa, zie je, dan krijg je al wat volumes. Meer volume. Je kan dit zo breed maken als hoe je wilt. Je kan het ook smaller maken. Al heb je bijvoorbeeld niet zoveel lengte qua haar. Als je gewoon kort haar hebt. Kan je dit wat dunner maken, waardoor er meer haar naar boven komt. En zo lijkt je haar automatisch langer. Ik raad aan om dit op gestretched haar te doen. Want dan lijkt je haar automatisch al wat langer. En vooral hoe het dan weer omhoog is, lijkt je haar gewoon wat langer. Je kan wat haar aan de zijkant loslaten als je dat wilt. Als je dat leuk vindt. Of je kan je haar gewoon in achter de doek houden. Het is maar net wat je zelf leuk vindt. Speel er gewoon mee. Speel met je haar. Kijk wat je zelf leuk vindt. Oké. Maak deze knoop even los. Ik heb hem even niet zo strak gedaan, omdat ik jullie verschillende stijlen wil laten zien natuurlijk. Oké, ik heb nu alleen 1 knoop gedaan, toch? Oké. Stel, je wilt hier niks. Je wilt gewoon lekker je haar meer de aandacht geven in plaats van het doek. Wat je dan doet, is deze 2 stukken naar achteren brengen. Maak een knoop. Maak een dubbele knoop, want anders schiet hij weer los. En breng de knoop met de overgebleven lusjes onder de doek. Schuif het onder de doek. Kun je het een beetje zien op camera? Schuif het onder de doek. Dan zie je er niks meer van. Voilà. Doe ik even zonder haren aan de zijkant. Zo bijvoorbeeld. Opties, hè? Haren eruit halen, nogmaals. En voilà. Je
eerste doek wat breder, zie ik. Dus dan ik even mijn haar zo eruit halen. Zo doe ik mijn hoofddoekje, gewoon simpel, hoeft niet zo serieus allemaal. Spul er wat mee. Haal wat haar eruit, ik zie dat ik wat haar hier eruit kan. Haal zoveel mogelijk haar eruit, want dan lijkt het gewoon wat voller. Toch? Tada! Oké. Dit is een idee. Nou, maak ik het even los. Maar gesproken doe ik de doekjes wel mooier hoor, maar ik wil jullie gewoon even een soort van basistechniek meegeven. Wat je ook kan doen, je doek is al automatisch trouwens in een band. En anders vouw je het doek even dus op in een band. Blijf vouwen. Kijk zoals dit. Blijf het gewoon steeds vouwen. Vouw hem helemaal uit. Totdat je zeg maar zo'n haarband hebt. Zoals zo. En wat je dan kan doen. Even mijn haar weer goed zetten. Is een soort van haarband maken. Je kan hem zo doen. Haar eruit laten. Vastmaken en gewoon zo je doekje laten. Een beetje hippie stijl. Of wat ik dan vaak doe. Is hem eigenlijk van achter vastzetten. En dan naar voren werken. Vind ik veel leuker. En dan als je al een korte doek hebt. Kan je bijvoorbeeld hier een strikje maken. Of je maakt een knoopje. Je kan bijvoorbeeld een strikje maken als je wil. Dit zet je weer achter vast. Deze doek is misschien iets te groot voor een strikje, maar we proberen het alsnog. Je pakt uiteinde en je maakt het wat opener, zodat je dan een strikje effect hebt. Kijk, deze is iets te groot, maar dat vind ik juist leuk. Als die iets te groot is, dan kan je hem altijd nog aantrekken. Om hem wat kleiner te maken, kan je het eventjes opnemen. En dan zorg dat je niet zoveel overhoudt, nadat hij gelijk is met deze. Achter wat vastmaken achter de band. En dan lijkt het alsnog alsof een strikje. Dan wat haar voor losmaken. Zo. Tada. Of hier weer een knotje. Dan ga je in dezelfde effect als wat ik net liet zien. Knoopje maken. En dan draai je de lusjes eromheen. En die weer tegenovergestelde. Je kan hem schuin doen. Zo kan je het doen. Of je kent de Marokkaanse stijl om het te doen. Zeg maar heel je hoofd bedekken en dan achter een knotje. Ook weer.
weer haal ik hem zo, hè, dus gewoon 3/4. Punt naar beneden, allebei de punten naar beneden. Je bedekt je hoofd. Knoopt hem achter vast. Zorg dat die punt naar beneden is, zodat het je hele haar bedekt. Deze doek is er niet erg geschikt voor, want je kan hier echt een grote knoopje achter maken. Maar ik vind het zo ook wel leuk om het gewoon zo te houden en je haar voor los. En dat doek zo te doen, dat vind ik ook wel leuk. Als het bijvoorbeeld buiten regent of zo, of je hebt vlechten in en je wil niet hè, dat de regen je haar te nat maakt, is dat altijd wel een idee. En dan kan je, als je een knoop achter wil, als je bijvoorbeeld wat lange haar hebt, of niet per se lang haar te hebben, maar kan je een knoopje maken, maar deze doekje is daar niet echt geschikt voor. Maar mocht je wat lange haar hebben, dan kan je het, pak je de lusje en dan kan je het zo om je haar heen doen. En de andere ook. En dan heb je een knoopje achter. Als je niet zo lang haar hebt, dan kan je dat ook faken met een grotere doek. Fatima hoofddoek staan, zo moet ik dat altijd doen. Zo is ook wel leuk. Nou, ik hoop dat ik jullie wat ideeën heb meegegeven over hoe je hoofddoek kan dragen. Hoofddoek dragen hoeft niet saai te zijn, kan hartstikke leuk zijn. Je kan het op verschillende manieren doen. Eén stijl kan je alweer op 3 verschillende stijlen weer doen door middel van met je haar te spelen. Wel haar eruit laten, niet je haar eruit laten. Zo maak je ook weer variaties erin. Dus. Nou, ik hoop dat jullie wat aan hebben. Let me know welke stijl van jullie het leukste. Ik heb de aantal stijlen ben ik eigenlijk vergeten. Ik zal het wel nummeren in mijn vlog in ieder geval. Oké, laat me weten hoe jullie het doen. Misschien kunnen jullie mij ook ideeën geven. Welke vonden jullie het leukste? Laat me weten. Vergeet niet te abonneren. Ik laat beneden een linkje achter van waar je op kan klikken om te abonneren. Oké, doei!